Jongens, ik heb de laatste tijd heel veel game PC's voor jullie samengesteld in het koopadvies. Maar we gaan nog één keertje nog even omlagen met de prijs. We gaan van €500 naar €350. Oh boy. Dit is Marco van TechTime en leuk dat je kijkt in deze video. Ik heb dus een PC'tje weten samen te stellen voor €350. Ja, dan kan je zeker wel even lekker mee gaan gamen. Oké, misschien niet de hele zware titels, maar ben je nou bijvoorbeeld een Minecraft speler? Of vind je nou League of Legends hartstikke leuk? Of bijvoorbeeld Valorant of copies knallen in CSGO? Dat is met deze PC eigenlijk geen enkel probleem. En als je later even nog wil gaan upgraden, dan is dat natuurlijk ook nog een optie. En ik ben heel benieuwd wat jij van dit lijstje gaat vinden. Laat me dat even weten aan het einde van de video. Het blijkt eigenlijk dat het YouTube-algoritme het heel erg leuk vindt als je massaal op de duimpje omhoog klikt. Dus support het kanaal, geef deze video even een duimpje omhoog, zorg ook voor dat je geabonneerd bent en zet ook dat belletje aan. Jongens, we starten maar eerst even met het allereerste onderdeel hier. En dat hier is dus de APU. En hiervoor is dus gekozen voor de AMD Ryzen 3 3200G. Dit is een combinatie van een processor en een videochip in één. En dus heb je gelijk eigenlijk al twee onderdelen in één. Nou, de AMD Ryzen 3 3200G is zeker wel krachtig genoeg voor wat lichtere games die ik bijvoorbeeld net heb opgenoemd. Maar wil je nou bijvoorbeeld even wat meer dingen tegelijk gaan doen? Wil je nou een beetje multitasken? Misschien een beetje licht video editen? Dat is met deze CPU ook zeker mogelijk. Nou, je krijgt hier maar liefst 4 CPU cores tot je beschikking die geklokt zijn op 3.6 gig. En dan heb je ook nog eens een turbo naar 4 gigahertz. Dus het is op zich wel een leuk CPU'tje. Standaard wordt er ook al een CPU-cooler meegeleverd. En die weet toch best wel aardig te presteren. En de Ryzen 3 3200G is zeker een interessante voor nu. Dus daarom dat deze dan er ook in zit. Ga door naar het volgende. En dat is hier het moederbord. Dit hier is de Asus Prime B450MK2. En dit vond ik wel een hele opmerkelijke op dit moment op de markt. De B450 chipset is luxer dan A320. Maar dit moederbord is net zo duur als andere A320 moederborden en biedt meer functies. Dus meer functies voor minder geld. Win-win situatie. Want het blijkt namelijk dat je ook met dit moederbord eventueel als je dat wil nog een overklok aan geven. En je kan ook sneller geheugen gaan plaatsen. En dat laatste is wel een belangrijk puntje. Nou, standaard heb je ook 3 SATA poorten. Je hebt 2 geheugensloten. Je hebt de mogelijkheid om een M.2 SSD te plaatsen. En je hebt natuurlijk ook de optie voor een compleet volledige videokaart. Nou, qua aansluiting aan de achterkant, het is niet zo heel erg denderend spannend. 4 keer USB 3.0 en 2 keer USB 2.0. Maar de video output is wel weer interessant. Dat is namelijk DVI, VGA en HDMI. En omdat ook een geïntegreerde grafische chip gaan gebruiken, is dit wel belangrijk om te weten. Dus als je nou je beeldscherm erop wil aansluiten, kies dan een van deze 3 poorten. Door naar het geheugen. En ik gaf je net al mee dat je voor een APU wel wat sneller geheugen wil gaan hebben. En omdat we ook een B450 chipset hebben, is daar dus ook officieel support voor. Daarom dat er ook maar liefst 2 keer 4 gigabyte DDR4 3200 geheugen is geplaatst. Een deel van het geheugen gaat gebruikt worden voor de videochip. Dus in de praktijk zal je ongeveer 6 gigabyte RAM tot je beschikking hebben. Is misschien aan de lage kant, maar op dit moment is 16 gigabyte RAM gewoon veel te duur voor dit budget. En dit kitje van HyperX ziet er ook nog eens best wel lekker uit. Een mooi standaard latje met nog een hele vette heatsink erop. En 2x4 gigabyte DDR4 3200 is zeker wel snel genoeg voor deze APU. Belangrijk puntje, we doen hem in dual channel, krijg je gratis performance boost erbij. Vind je PC ook weer leuk, krijg je net even wat meer framerate en kan je net even wat lekkerder gaan gamen. Het volgende onderdeel, en dat is de voeding. En ja, voor deze PC hebben we echt niet een spannend ding gekozen. In dit geval is er dus gekozen voor de Be Quiet System Power B9 van 300 watt. Een 300 watt voeding is in de regel best wel karig voor als bijvoorbeeld later nog een uitbreiding wil gaan doen. Maar voor nu is het voor deze PC nog wel voldoende. Je kan later even nog gaan upgraden naar een 450 watt voeding. Maar voor nu, de Be Quiet System Power B9 van 300 watt is wel voldoende voor deze PC. Dit is een 80 plus white voeding, dus qua efficiëntie is hij wel slechter dan een brons of een gold voeding. Maar het is gewoon een standaard voeding key. Het is niet een super deluxe dingetje, maar voor een standaard PC'tje tot €350 is dit toch wel een interessante keus. En daarom dat deze hier dan ook in dit lijstje zit. Hij is alleen niet modulair, is wel jammer, maar je moet er maar mee doen. Be Quiet levert ook best wel goede voedingen, dus daar zit je ook zeker wel goed mee. We gaan er even lekker snel doorheen, want we gaan nu over naar onze opslag. En dit is toch echt even iets wat je zelf moet gaan bepalen. Kies je nou voor een SSD of ga je voor een HDD? Nou, voor de gebruikerservaring is een SSD veel chiller. Je PC is veel sneller opgestart, je games laden sneller, maar je hebt niet zoveel capaciteit.
Een harde schijf daarentegen heb je veel meer capaciteit tot je beschikking, maar het opstarten duurt wat langer. Dus dat is een keuze die je voor jezelf echt even moet gaan maken. Ik ben een liefhebber van snelheid en daarom dat ik er ook een SSD erin prik. En het is ondertussen wel een oude bekende. Dit is de Kingston A400 van 240 gig. Ja, 240 gig is niet zo heel denderend veel. Ze hebben zelfs nog, als je extra wil gaan besparen, nog een 120 gig variant. Maar een 240 gig variant is toch wel voldoende om even lekker mee te gaan starten. Het is niet een van de allersnelste SSD's, maar is wel een klapje sneller dan de reguliere harde schijf. Jongens, doe maar eens even een gokje. Welke behuizing heb ik gekozen voor deze PC? Het is zo obvious, maar ik gooi me er gewoon weer in. Zo'n uitgebreide kast. Standaard zitten er al twee case fans erin. De ene sluit je aan door middel van een header en de andere door middel van een stekker van je voeding. Je hebt voldoende aansluiting voor je USB-poorten. Je hebt voldoende ruimte om al je cable management ook te gaan doen. En het is gewoon een prima, compleet kastje. Je hebt zelfs nog een raampje erin ook nog. En op dit moment is eigenlijk de Zalman T7 een van de interessantste kasten voor 30 euro. Kijk, wil je nou eentje met RGB-verlichting, dan moet je wel wat meer gaan investeren. Maar voor 30 euro heb je toch wel een verrekte mooi kastje, hoor. Ja, als je al deze onderdelen op een rijtje zet, dan heb je dus een heel leuke PC voor rond de 350 euro. En hopelijk heb je er iets aan gehad. En ik ben ook heel benieuwd wat jij van dit lijstje vindt. Het is een heel goed idee om toch even lekker door te gaan sparen als je voor dit budget al een PC wil gaan halen. Je kan veel meer halen voor 500 euro. 350 euro om lekker een beetje basic mee te gaan gamen. Heb je een heel leuk PC'tje in huis. Ik wil je bedanken voor kijken in deze video. Bedankt voor al je support. En ik check je heel graag maandag weer bij een gloednieuwe video hier op TechTime. En zoals altijd zeg ik weer, tot techs!